Met 4 doosjes bier en 150 fietsbellen in de koffers reisde de afgelopen week een kleine delegatie van ondernemers en bestuurders uit Noord-Nederland naar het Zweedse. Oeh, dan moet ik de naam even goed uitspreken. Eurebreu, Orebreu, Broe. Orebroe, hoor ik. Sinds september is er een lijndienst tussen Eelde en Eurebroe via een tussenstop in Kopenhagen. Met dit bezoek wil de provincie contacten leggen met het bedrijfsleven in die regio. Ik denk dat de ondernemers, we zien er volgens mij morgen 100, heel erg veel belangstelling hebben voor bijvoorbeeld toerisme of andere takken van sport. En ze willen gewoon met ons kennis maken. En nou, ik vind dat ook heel bijzonder. Tijdens het bezoek ligt de nadruk op de groei van het aantal toeristen dat naar beide regio's moet komen. The Northern Netherlands, a wonderful region with a rich culture. Want uiteindelijk is het voornaamste doel om te zorgen dat daarmee de lijnen die nu bestaan tussen Groningen en Eurebreu, want dat is de verbinding naar Kopenhagen, die we nu 11 keer in de week hebben, om die verbinding eigenlijk goed te vullen. Zodat daarmee ook gelijk de verbinding van Groningen met Kopenhagen een zekerheidje wordt. Maar daarnaast ziet de Zweedse gedeputeerde van het gebied meer mogelijkheden. Of course, I hope there will be tourists, but I really hope that we could get also businessmen to go to this part and see that there's an opportunity to for growth and good knowledge and meeting places. De Nederlandse ambassadeur in Zweden is het daarmee eens. Dat je ziet dat in een globaliserende wereld waarbij steden steeds groter worden en een steeds grotere aantrekkingskracht ook hebben, lopen regio's, zeker dunbevolkte regio's, het risico dat ze nog verder ontvolkt raken. Dus regio's hebben elkaar nodig om die synergie op te zoeken. Komend jaar moet blijken wat beide regio's echt voor elkaar kunnen betekenen en of de stoelen van de nieuwe lijndienst gevuld worden. Hope to see you soon in the Netherlands and I come back to visit you in the summer.